Nederland heeft steeds meer orgaandonoren. Hoe is het eigenlijk met de donorstand van Hensbroek? Ja. Heel Nederland heeft meer orgaandonoren nodig. Verhoog jij de donorstand van jouw woonplaats? Word donor en bekijk meteen de stand op jaofnee.nl. Vandaag een nieuwe campagne om orgaandonoren te vinden. Goed, eerst is het mogelijk om via een website te kijken in welke gemeente de meeste donoren wonen. Goorle is de gemeente met de meeste donorregistraties. Ruim 50% van de inwoners heeft geregistreerd of ze na hun dood organen willen doneren. Urk en Staphorst hebben de minste geregistreerde orgaandonoren van Nederland. Den Haag staat op de derde plaats van de Nederlandse grote steden wat betreft orgaandonatie. Door de donorstand per gemeente bekend te maken, moeten mensen gemotiveerd worden om hun keuze te registreren. En dat kan op jaofnee.nl. De gemeente waar de meeste mensen hebben laten vastleggen dat ze juist geen orgaandonor willen zijn, is Gorkum. Gorkum, ja. Oké. Wat het knooppunt, hè? Oh, ik dacht vanochtend was het nog Staphorst, toch? Nee, daar hebben de minste mensen ja gezegd. En oh, Gorkum hebben ja. De meeste mensen nee gezegd. Oh, ja. Je kan ja en nee zeggen. Ja, nee, ja, natuurlijk. Ja. Brabant schijnt voorop te lopen in het aantal orgaandonaties. Dat is een compliment, hè, voor de Brabanders, vind ik. Bent u orgaandonor? Ja, alles wat ik heb, dat heb ik weggegeven. Tenminste, op papier dan, hè. Nog ja. Niet, maar... Ja, naast liefde, hè. Ja,